Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Er staan achter mij al heel veel pakketjes die deze week zijn binnengekomen. Dus laten we snel beginnen. Nou, ik heb hier dus echt een hele stapel met pakketjes. Ik ga maar gewoon met de bovenste beginnen. Deze is van WeFashion. En ik heb dus binnenkort een campagne shoot voor hun. Samen met mijn vriend. Voor een koppeldate outfit. En daar mochten we allebei 3 outfits voor uitzoeken. Eentje voor outdoor date. Chill date en dinner date. Maar de rest komt dus volgende week. Maar dat zal ik ook nog wel even laten zien in deze video. Nou, inmiddels zijn dus de rest van de pakketjes van WeFashion ook geleverd. Ik heb echt een mega grote stapel met pakketjes hier naast me staan. Dus ik ga snel beginnen met openmaken. Nou, dit is het eerste pakketje. En hier is dus ook een kaartje bij met dinner date. En dit is dus het beige pak voor mijn vriend. En de blazer dress voor mij, denk ik. Er zit dus een beige pak in. Voor mijn vriend. Echt zo mooi. En dit is de broek. En dan dus een super mooie beige blazer. En het gaat hem echt fantastisch staan, want hij houdt echt heel erg van beige. En voor mij hebben ze er dan een blazer dress bij gedaan. In het turquoise. Echt super mooi. Met van die knoopjes. Echt heel leuk samen. En dan dus met dat tasje wat ik had gekregen. Echt helemaal een leuke outfit. En dan de volgende box. Dat is dus een chill day outfit voor mijn vriend. Dan heeft hij een pet, een truitje, een body warmer van Teddy Stof. Echt love it. En een jeans. Nou, dit is die pet. Super leuk. Dan dit truitje. Ook heel leuk met een rits. Dan een Teddy body warmer. Oh my god, dat vind ik echt geweldig. Het past gewoon helemaal bij ons interieur. Echt heel leuk. En dan als laatste een jeans. En ik denk dat mijn vriend hier echt heel blij mee is. Want hij had echt nog even een nieuwe goede jeans nodig. Dus helemaal leuk. Nou, de volgende box is ook voor mijn vriend. Dit is de outdoor date. Dan heeft hij een soort legergroene pantalon. Een blauw truitje en een blauwe jas. Nou, dit is die broek. Helemaal leuk. Ik ben benieuwd hoe deze kleur hem staat. En dan met het blauwe truitje. Ook heel leuk. En ik denk dat het truitje vooral echt leuk is met de jas. Want dat is dus dezelfde kleur. Echt heel erg leuk. Nou, de laatste twee boxen zijn voor mij. Dit is voor de outdoor day. Hiervoor heb ik dus een witte trui. En een mooie beige pantalon. En hieronder ligt nog een beige jas. En voor de chill date heb ik een soort zwart pak. Er zit een soort patroontje in. En dan met een blouse eronder. Ik zal nog heel even het outfitje laten zien. Nou, dit is dus een wit truitje. Met 3/4 mouwtjes. Hij is echt heel erg zacht. En dan heb ik een witte pantalon. Deze voelt ook echt heel erg zacht aan. Echt zo'n chill pantalon. En dan als laatste de jas. En dat is deze. En ik heb dus helemaal nog geen beige jas. Dus dit komt helemaal goed van pas. En als derde outfitje voor mezelf heb ik dus deze blouse. En dan dit truitje eroverheen. En dit is dus een truitje waar een soort printje in zit. En datzelfde printje zit dus ook in de broek. En die komt eronder. Ook zo'n soort printje. Maar wel echt een heel lekker stofje. Dus ja, dit is mijn laatste setje eigenlijk. En het volgende pakketje is van Omoda. En ik ben echt zo fan van Omoda. Ik werk nu denk ik een jaar of zo met ze samen. En ze hebben echt zulke gave merken en producten. Dus ik heb nu oorwarmers voor mezelf besteld van UGG. Oh my god. En daar zit dus ook Bluetooth in. Dus je kan dus en muziek luisteren. En je hebt gewoon warme oren. Echt amazing. En ik heb dus een portemonnee voor mezelf besteld. En dit is de portemonnee. En er zit nog een hele leuke zilveren tas bij. Nou, dit komt altijd van pas bij het shoppen. En dan gewoon gelijk lekker in stijl natuurlijk. Even kijken hoor. En een kaartje. Nou, ik ga denk ik eerst even de portemonnee openmaken. Oh, kijk alleen het doosje. Oh, mooi.
Love it. Kijk even hoe mooi. Dit is denk ik een knoopje. Dan heb je hier dus nog vakjes. En hier bovenaan dus ook. Echt zo blij mee. En dan gaan we nu door naar de oorwarmers. Kijk hoe leuk. Oh my god. Kijk hoe leuk. Echt heel erg leuk. En hier kan je dus gewoon ook muziek mee luisteren. En je hebt gewoon super warme oren. Echt. I love it. Zo schattig. Het volgende pakketje is dus van ons Wanted. En hier heb ik echt heel veel items mogen uitzoeken. En ik heb dus 3 outfitjes samengesteld. Oh my god. Zoveel. Ik heb dus ontdekt dat de helft van de items missen. Maar ik heb ze even een berichtje gestuurd. Komt wel goed, denk ik. Maar ik heb dus nu 1,5 outfit binnen. Het is een heel leuk tasje uitgekozen. Met van die diamantjes. Echt super schattig. En dan heb ik van die oorbelletjes erbij. Deze. Echt super mooi. Van die drops. Heel leuk. En dan heb ik dus nog een topje en een skort. Dus als het goed is een hele mooie off-shoulder top. Ik hoop dat jullie dit goed kunnen zien met het licht. Maar dit is zo'n strakke off-shoulder top met van die strakke mouwtjes. Echt super mooi. Oh ja, nu zien jullie het beter. Echt heel erg mooi. En dan heb ik hier dus nog een skort onder. En dat is deze. Het lijkt dus een rokje, maar er zit dus een broekje onder. Echt heel erg leuk. En dan heb ik dus nog 2 items binnengekregen van de beige outfit. Dat is een jas en een trui. En er zouden ook nog beige oorwarmers binnenkomen en een beige pantalon. Maar die zijn er dus niet. En een roze trui en een roze rokje. Maar die komen dus ook nog. Eerst deze trui uitgekozen. In het beige. Hij valt iets meer gekropt. Maar ik heb deze dus ook al in het grijs. En die zit echt super lekker. Dus vandaar dat ik hem ook in het beige heb uitgekozen. En dan heb ik nog deze jas. Echt super leuk. Het is dus lekker fluffy aan de onderkant. Echt heel erg leuk. Dus ik dacht, ja, dat is helemaal leuk met deze trui. En dan een beige pantalon en dan beige oorwarmers op. Helemaal een schattige winterlookje. Ik heb lekker een chill dagje thuis vandaag. Maar het tweede deel van Most Wanted is binnengekomen. Het eerste item zijn dus deze beige oorwarmers. Echt super schattig. Als tweede item die beige pantalon die nog miste. De super mooie beige pantalon. Helemaal leuk. En als laatste had ik nog een heel leuk roze setje. Deze super lekkere roze trui. Hij is echt super zacht. En dan heb ik nog een leuk rokje erbij. En dat is deze. Maar ik zie gelijk ook dat het een skort is. Dus het is eigenlijk een broekje. Echt super fijn. En ik dacht, ja, hoe leuk is dit? En dan wat van die zilveren laarzen eronder. En het laatste pakketje is dus van Bears with Benefits. En misschien hebben jullie laatst op mijn Insta ook al iets voorbij zien komen daarvan. Want ik had namelijk potjes van hun ontvangen laatst. Voor vitamine D. Voor haar en huid. En vitamine B12. En die zijn redelijk op, zeg maar. Ik slik ze nu ongeveer een maand. En ja, dit ook. Het is gewoon bijna leeg. Maar het zijn dus van zulke beertjes. En het smaakt letterlijk gewoon naar die Haribo beertjes. Maar dan met vitamines erin. Dus ik neem ze elke ochtend. En mijn vriend ook. Maar nu heb ik dus nog er nog 4 uitzoeken. Echt super leuk. En ik heb dus deze 2 nog een keer uitgekozen. Want deze 2 vond ik gewoon echt heel fijn. En die zijn ook bijna helemaal op nu.
Dus ja, dan hebben we gewoon weer lekker even, ja, zit nog dicht. Maar even nog lekker een nieuw potje van beide. Want deze vind ik gewoon oprecht het allerlekkerste smaken voor mijn haar en huid. Dus vandaar dat ik die nog een keer heb gekozen. En vitamine D is gewoon heel erg belangrijk. En mijn vriend slikt deze ook. Dus deze is gewoon, gaat gewoon sneller op. En dan heb ik dus twee nieuwe uitgekozen. Shape Vitamin, dat bevordert dus je stofwisseling. Dus ik dacht, nou, dat is wel gewoon chill. Zeker nu de zomer er weer aankomt. En One Bear a Day Vitamin. Dit zijn iets kleinere beertjes dan die andere. En er zitten ook allemaal kleurtjes in. Maar hier zitten dus echt gewoon alle vitamines in één. Het is echt allemaal super lekker. Het is allemaal zonder suiker. Maar wel met zoetstof, dus het smaakt gewoon super zoet, super lekker. Echt zo erg een aanrader. Ik zal hier ook eventjes een kortingscode in beeld zetten. En dan krijg je korting op je bestelling. En dat is echt heel veel. En je doet hier dus echt gewoon meerdere maand mee. Want hier zitten volgens mij iets van 60 beertjes in. Dus nou ja, eigenlijk is dat 2 maanden al. Maar omdat ik dan met mijn vriend deel, 1 maand. En hier zitten er 90 in. Zal ik even een taste test voor jullie doen. Dit is namelijk echt, echt, echt mijn lievelings. Zo lekker. Maar ja, hier ben ik dus echt helemaal blij mee.